Ammerzooien, gebouwd rond 1300, is een van de best bewaarde middeleeuwse kastelen. Ik ben Jan Geerling. Graag laat ik u in de komende minuten kennis maken met dit fraaie gebouw. Ammerzooien is een typische middeleeuwse Hollandse waterburg, geheel omgracht. Ook het interieur heeft, met een ridderzaal, een middeleeuws karakter. Het kasteel heeft 4 hoektorens en een voorburg. Opvallend is dat het kasteel als één geheel is gebouwd, terwijl de meeste kastelen zijn opgetrokken in verschillende fases. Een grote brand in 1590 richtte zware schade aan. Pas in 1648, na het einde van de 80-jarige oorlog, werd begonnen met de herstelwerkzaamheden. 2 gevelstenen met de jaartallen 1648-1667 markeren die herbouw. Het kasteel kreeg in die tijd zijn oorspronkelijke middeleeuwse contouren terug. Het interieur werd aangepast aan de eisen van de 17e eeuw. In 1873 werd het kasteel verkocht aan de katholieke kerk. Volgens de overlevering na een verloren dobbelspel met de pastoor van Ammerzoden. Het kasteel werd daarna gebruikt als klooster. In 1944-1945 liep het kasteel zware oorlogsschade op. In 1957 kocht Gelderse Kastelen het kasteel. In 1959 begon een grote restauratie. Er werden veel middeleeuwse elementen teruggevonden, waaronder de muurtrappen. Door deze vondsten werd besloten het kasteel terug te brengen naar de middeleeuwse staat. Na 16 jaar, in 1975, werd de restauratie afgerond en konden u en ik het schitterende kasteel voor het eerst bewonderen. Vanaf het horecaterras heb je nu een mooi uitzicht op de Waterburg. Anno nu is het kasteel een ideaal object voor analoge amateurschilders. Op deze zonnige dag zijn de dames en heren met de volle overgave met hun meesterwerkjes in de weer. Maar ook een digitale schilderknutselaar kan zich, zoals u ziet, ongeremd op Ammerzooien uitleven.